ProRail is woest om een video van treinsurfer. ProRail noemt het compleet gestoord en zegt dat deze treinvloggende idioot moet worden gestopt. Het gaat om de treinsurfer The Climbing Dutchman die weer heeft toegeslagen. Deze video plaatst hij gisteren op YouTube onder de schuilnaam The Climbing Dutchman dus. Op station Lage Zwaluwe wacht hij tot iedereen is ingestapt en op het moment van vertrek gaat hij op een opstapje staan en houdt hij zich stevig vast. En dat is maar goed ook, want de trein die maakt flinke vaart. Ondertussen suizen de stalen pilaren van de bovengeleiding voorbij. En hij filmt zichzelf ook nog even, maar is wel zo slim geweest om zichzelf onherkenbaar te maken. Best gezellig zo. Achterop een trein, even zwaaien naar een automobilist die staat te wachten bij een spoorwegovergang. Ongelooflijk. En het is overigens niet de eerste keer dat een video van die treinsurfer tot ophef leidt. Het gebeurde vorige maand ook al. En toen sprak ProRail daar ook schande van. Op station Zevenbergen zit het levensgevaarlijke ritje er dan eindelijk op. En er staat nog een handlanger te wachten. En die filmt hoe de Climbing Dutchman van de trein afspringt. En samen, u ziet het hier, gaan ze er vandoor. ProRail gaat opnieuw aangifte doen tegen de Climbing Dutchman. En daarnaast wil de spoorbeheerder in gesprek gaan met de politiek om te bekijken hoe zulke idioten kunnen worden aangepakt.